Hier kom ik met de aandouwspaan, je hagelslag op je sneetje brood te drukken. Kunnen ze een goed gestampte buisjes kopen? Ja, maar dat... Ja. Ja. Ja, toch? Shit, knollen, gang. En verder jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Milan Knol en vandaag zit ik op de bank met een gast die al eerder is geweest. Je bent de tweede keer, ben je aanwezig? Nee. Ik zei, nou wel in de reageerhof. Ja, de reageerhof. Ja. Wat is je naam? Ik ben Johan, hè? Johan Weltevree ben ik. Johan Weltevree. Ik heb je er nooit van gehoord. Stel jezelf even snel voor. Oh, voor die kijk, ik dacht dat jij niet meer wist wie ik was. Ja, dat weet ik. Jij weet het wel. Ja, ik ben Johan Weltevree, hè? Ik ben 43 en ik ben klusser. Klusser. Ja, dat kun je wel zien, toch? Ik heb een helmpje op. Vorig jaar was een erg leuk succes. Een erg leuk succes. En... Heb jij vaker zo'n lamlendig lage IQ, of niet? Zullen we gewoon beginnen, anders? Nou, laten we doen, wat is ook weer het concept? We gaan reageren op video's die jullie hebben ingestuurd via de Discord. Wij chillen op de bank, wij kijken naar wat jullie hebben ingestuurd. Link van de Discord staat in de beschrijving, gratis aanmelden. 20.000 mensen waren hiervoor, dus wees snel. Het is gewoon open, dus er kunnen echt een miljoen in, maar dat maakt niet uit. Ja, en geen comments van, Johan, heb je hippe broek aan? Die is van mijn neef hier geweest. Ik heb dezelfde maat, hè. Wie is jouw neef? Don is mijn neef. Nou, jij noemt hem altijd Kaaklijn. Ja, Kaaklijn, ja. Ja, hij zit in de familie, ik heb er ook een. Oh ja. Wat wil je eigenlijk zien, Johan? Ja, kijk, ik kijk altijd Eigen Huis en Tuin. Maar ja, dat is misschien een beetje te veel voor het goede. Zullen we daarmee beginnen dan? Eigen Huis en Tuin kijken. Ja. Het is wel leuk als jij nog achter dat hek vandaan komt. Zo wordt Eigen Huis en Tuin opgenomen, hè? Ja. Ja. Ze hebben me ook gevraagd, hè, maar ik heb nee gezegd. Echt? Ja, ik heb geen tijd. Oh. Kijk, het is helemaal niet echt. Hij is eigenlijk een klusser. Het is eigenlijk een cameraman. Dat is echt saai. Weet je waarom je altijd een waterpas moet hebben? Waterpas? Want meten waterpas. Is weten, hè, Milan? Ja. Meten is weten. Maar waterpas heeft toch meer betekenis, hè? Waterpas is een gereedschap, een werktuig dat gebruikt wordt om zeker te stellen dat iets loodrecht op de richting van de zwaartekracht komt te staan. Dat doen ze met water met een luchtbelletje erin. Hoe kan dat dan dat, zeg maar, dat luchtbelletje in het midden zit en dat water aan de zijkant zit als de wereld rond is? De wereld is plat. Nee, de wereld is rond. Nee, de wereld is plat. Dus daarom blijft dat water zo? Zeker. Ben jij dom, Milan? Ja, ik weet niet of ik dom ben. Het is gewoon hoe ik het heb geleerd op school. Weet je wat trouwens mijn slogan is, Milan? Wie bouwt, vertrouwt. En wie bouwt, is met bouwen getrouwd. Ja, leuk bedacht. Ik heb een speciaal filmpje voor jou. De tuinvlog van Annemarie. Wat is een vlog? Een vlog is een videolog. Dus je legt iets vast op video. Maar wat dan? Ja, wat je wil. Meestal is dat een stukje van je leven. Maar mensen noemen tegenwoordig alles een vlog. Alles wat online is, is een vlog. Doe je ook vloggen? Nee, af en toe. Soms? Ja. In het najaar ben ik altijd veel bezig met het huis. Kijk, ze doet al fout, hè? Want ze kijkt niet in de camera. Nee, ze kijkt naar degene links van de camera. Ja, maar dat is helemaal niet interessant. Nee. En ik haak ze alleen maar van de paden en het terras af. Want in de borden laat ik ze gewoon liggen. Uiteindelijk verteert dat en wordt dat vanzelf humus. En humus kun je weer op je brood doen. Dus eigenlijk als de bladen zijn verteerd en dat wordt humus... Je sleep je er even een cracker doorheen. Dan zit je met je cracker over, over je tuin een beetje. En dan... Ja, ik heb alleen een balkon. Ik weet het niet. Hoezo heb je als klusser een balkon? Ik word ook niet goed betaald. Ik kan geen huis met de tuin kopen. Hoe verbouw ik mijn huis? 7 stappen voor de perfecte verbouwing. Even kijken of ze weten wat ze aan het doen zijn. Wat denk je dat stap 1 is? Stap 1 is een plan maken. Van hoe je het aan wil pakken. Stap 2 is de financiën. Stap 3 is je wijf het ermee eens. Ja, anders krijg je ruzie. Stap 4 is, kennen je kinderen al het lawaai handelen? Maar ja, dat is ook kut als die de hele tijd wakker zijn. Stap 5 is, mag het van de gemeente? Want je kan je pui niet zomaar 2 meter uitbreiden. En verder weet ik het niet. Dat is van mijn hoofd. Nou, deze had je goed. Ja, wat wil ik, hè? Ja, jij zei een plan. Ja. Wat wil ik verbouwen? Ja. Dat. Financiën? Zo, dat is echt netjes, hoor, Johan. Maar je denkt dat ik zo in mijn mouw schud of zo? Ja, dat ik weet wel donders goed waar ik het over heb, hoor. Ja, financiën, ik budget. Ik twijfel nu alleen een beetje over stap 3. Maar ja, we kijken wie wij wat goed vinden. Oh ja, oké, okay, ja. Oh. Hoe ga ik betalen? Ja, je kan ook met een zak cash aankomen. Misschien heb je nog een paar koeien die voor je in kan ruilen of zo. Je weet het niet, hè? Dan kun je niet gewoon je vriendin inruilen dan. Mits zij het daarmee eens is, want anders wordt het mensenhandel. Dan wordt het een beetje een rare dingetje dan. Ja, klopt. Kan je helpen? Je had die ook niet goed, man. Stap 5, wat moet ik regelen voordat de verbouwing start? Dat is ook een beetje plan, toch? Dan aan de slag. En
7 is opleveren en inhuizen. Nou, je zat niet echt in de buurt met stap 3 tot 7. Maar ik deed alleen mijn best op de eerste twee stappen. Ik dacht even kijken wat hun doen. En alles wat verklappen weer. Kijk, ik heb een oud huis. Dus ik moet sommige dingen renoveren. Wat zou je schatten welk jaar dit huis komt? Als je mij zou zeggen dat hier nog een paar Duitsers hebben gezeten in 40-45, zou ik het ook geloven. Hoor. Nee, het is wel een oud huisje dit. Maar dat zie ik gelijk, hè. Die kanttekeningjes op de muur. Die oude, authentieke karafjes op het dak. Ik zou toch zeggen 1934. Ja, dat zit wel in de buurt. Ja, 1920. Wat nou als je een jaren 70 huis hebt die je wilt omtoveren naar een duurzame designerwoning? De jaren 70, zoals we er zoveel kennen in Nederland, getransformeerd in een designwoning. Door de traditionele bakstenen gevel te bekleden met een steenwol gevelbekleding. Ik vind het wel mooi. Architect Geert-Jan Kwaspen kreeg als opdracht de woning te optimaliseren naar de duurzaamheidseis van 2020. Ja, het lijkt wel een gezichtje. Ja, kijk dan de hele tijd zo. Zo kijk ik ook altijd mijn vriendin weer eens wezen shoppen en ik kijk de bankrekening. We zijn hier in 2012. Effectje? Ineens was hij er. Zal Hans Gezam wel? Oude magier. Hij heeft ook zijn hele haarlijn weggetoverd. Deze woning dateert uit de jaren 70. Damn. En dan zie je dat daar toch veel aan gebeurt. Hè? Ja, maar van buiten ziet het er heel strak en zo uit. Maar van binnen kan het natuurlijk heel gezellig maken. Hè? Ja. Nee, dat snap ik. Maar ik weet niet. Ik heb daar niks mee. Wel de kaarsjes uitblazen, voordat je van huis gaat. Fik je alles zo af. De renovatie van de boerderij. Nieuw dak erop. Nieuw riet erop. Houtwormbestrijding. Nieuwe kozijnen. Gevelrenovatie, maar de gevel op zich is goed. Ja, ziet er nou iets wat koud uit, vind je niet? Ja, dit is wel een luchtig huis. Ik bedoel, je hebt geen airco nodig meer. Nou, toch in ieder geval lekker door. Ja, kun je de was ophangen op zolder. Het is wel waar, ja. Ja. Het is natuurlijk altijd een beetje de kunst om wel een oude ere te houden, zo'n mooie oude boerderij. Leuk zoompje aan het einde, maar wat is nou het doel van het videootje? Ik heb geen idee. Zullen we anders weer teruggaan naar wat jouw kids hebben ingestuurd? Is goed, Johan. We gaan weer terug naar de video's die mensen hebben ingestuurd. Ik vind het altijd een beetje bewonderingswaardig hoe jij praat over het klussen. Dus ik dacht, ik zoek even iets waar jij je in kan herkennen. Er is maar één woord voor, hè? Passie. Passie. Heel veel passie. Wat maak je eigenlijk voor filmpjes? Bro, je gaat toch niet zomaar naast iemand zitten als je niet weet wat hij doet? Wil je mij gaan bro noemen bij een hand en wijs neus? Nee. Verbouw ik jou even. Sorry. Heb je meer respect, hè? Liefst u. 43, kom op nou. Ja, oké. Okay. Wil je realiseren dat ik u zeg? Nee, dat hoeft niet. Welkom bij deze nieuwe video. Mijn eerste video van dit kanaal doe ik samen met Sam Oppenheimer. Sam lijkt een beetje op Frankenstein. Ken je vroeger? Ook al heeft die Teddy echt fucking slechte video's. Hij heeft echt fucking slechte video's. Maar helemaal waar. Die rechter bedoel je? Ja, die lijkt op het krietje van Frankenstein. Ik haat kids, hè. Wij gaan tricks met de fidget spinner doen. Zoals je hier beneden al in de link. Doe die trick dan. Ik zwaar. Super chill. En nou! Als je op je tank kwam dan... Nou, ik weet niet wat ik ervan moet vinden ook. Even wel komisch. Je spreekt wel mijn bekende Nederlander, hoor. Je spreekt wel mijn bekende Nederlander, hoor. Ja? Gaan we naar de luchthaven? Gaan we naar de luchthaven? Ik zei toch, man, bij het hond gaan we naar Utrecht? Bietzuipen. Ja, zo'n bietzuipen. Mag ik eens even kijken? Mag ik eens even kijken? Ik adviseer al jouw kijkers om gewoon lekker hun school af te maken, hè? Ja, begrijp je volledig. Ik ben Luca. Hallo, en dit is mijn Luca. Eerste vlog. Ik hoop dat jullie... Dit is een klein vlogje. Dit is de eerste. En, die moeder denkt, zal ik ingrijpen? Ja, je zag die moeder kijken van, oh, nou, dit wordt interessant. Ze had in moeten grijpen. Ze had hier al moeten zeggen. Zodra hij die camera aanzette, had ze hem een lel om zijn oren moeten verkopen. En je moet nooit meer vloggen. Ja, en helemaal niet online gooien. Nee. Ik hoop dat je hier beneden even een blauw duimpje omhoog doet. Mm-hmm. Daar abonneren. Jongens, let jullie op. Daar. Dan hebben sommige mensen. Ik heb dat. Ja, het is wel schattig. Sommige mensen kunnen hier abonneren, sommige daar. Oh, je hebt er maar net aan welk device je hebt. Ik heb dat. Hij zit waarschijnlijk bij iPad of zo. iPad, ja. Weet dat? Die was eigenlijk een vlog. Oh ja, en mijn naam is Luca. Als je dat nog niet weet. Maar hij zou dus die week daarna weer dat doen. Kijk dan even hoeveel views hij heeft. Kijk of hij wat meer heeft gedaan. En hij heeft in die 2 jaar tijd niet echt meer gevlogd. Maar gewoon wat random dingen gedaan.
zagen! Oké! Hey! Dat is jouw tijd. Maar het is ook klussen. Ja. Hakken en zagen. Teringherrie. Hoezo teringherrie? Nou, ik vind niks. Je kan toch al tijdens het klussen dit gewoon opzetten op de achtergrond? Ja, erg leuk. Nou, met mijn hazes of zo. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Ik bemoei me toch ook niet met een ander. Vind je het? Nee, dat... Vind ik? Is echt voor mij. Thuis, met brood eten. Wil je hageslag op je sneetje brood doen? Valt er soms wat hageslag van je sneetje brood? Daar heb ik wat op bedacht. De aandouwspaan. Om je hageslag op je sneetje brood te drukken. Dit is een uitvinder. We hebben een uitvinder gevonden. Margarine, smeerspaan en de aandouwspaan. Hagelslag voor uw sneetje brood. Dit is het kuipje met de smeerspaan. Om in één keer je sneetje brood met margarine op boter erop te smeren. Oh, wat handig. Kijk, hoppakee. Margarine op boter op je sneetje brood smeren met de smeerspaan. Maar hoe krijg je dat op die smeerspaan? Ik zou het niet weten, dus ik vind het... spel maar op. Oké, hagelslag. Flikkert er nu ook al naast. Dus zijn hele plan flikkert al in duigen. Alles ligt er al naast. Hier kom ik met de aandouwspaan je hagelslag op je sneetje brood te drukken. Zo. Oh. Dan kan je toch gewoon met je handen doen? Je wordt toch meegenomen met een wit bussie? Ja. Stel, je hebt zo'n keuken aan de weg en er rijdt iemand langs van de psychiatrische inrichting en die ziet jou met zo'n ding, zo'n broodje hagelslag aanstappen. Kun je gelijk mee hoor. Moet je kijken, je doet toch altijd even, of je fout hem dubbel? Ja, inderdaad. Fout hem dubbel, dan druk je hem aan. Nou, druk hem nog even een paar keer. Ja. Kunnen ze goed gestampte muisjes kopen? Ja, maar dat... Ja. Ja, toch? Hij maakt een poeier van nou. Hij moet ook gewoon dat ding elke keer in de afwasmachine doen. Ja. Zoals je het met je hand doet, dan is het gewoon, je hebt je handen al gewassen en dan boeien, weet je. Dit is zoveel extra werk voor niks. Ja, dit is zo'n onzin. Wat een domme uitvinding. Nou, Johan. Hoe was het weer? Bedankt dat u even aanwezig was. Zeg maar je hoor. Volgende keer zou ik graag willen dat u met een plan komt voor een verbouwing van mijn huis. Ja, is goed. Ik stuur wel even een offertetje. Denk maar niet dat ik het gratis doe. Nee, ik kan al alles. Weet ik, want ik zie alweer kijken met die puppy-oogjes van je. Nee, dan komt u even langs met een offerte. Ja. En dan gaan we samen bespreken. Nou, is goed. De mensen kunnen ook met een offerte hierop klikken. Of hier beneden. En Johans kanaal staat in de beschrijving. Abonneer voor verbouwingstips en wat nog meer. Heel veel onzin. Heel veel onzin. Heel veel onzin. Nou. Tot ziens, hè, jongens. Tot volgende week vrijdag, 4 uur. Doei, doei. Pas op.